Straks zie je alles weer, dat is ook top. Ongewone dag, maar goed, het bekertoernooi is aanstaande. Dus een paar vraagjes per medium, niet heel veel. Het bekertoernooi is belangrijk, maar jullie hebben van de week voor ons ook al uitgebreid gesproken. Jim heeft de microfoon, dus ik zou zeggen lampje aan en bedankt voor beginnen. Ja, nou, dat is licht. Fons, de persvoorlichter zei het al, het is een ongewone dag dat we hier bij elkaar zijn. En je voelt onderling ook een beetje dat het niet vaak gebeurt, hè, dat bekervoetbal. Hoe leeft het in jouw groep? Hebben mensen echt lekker zin erin in zo'n bekertoernooi? Ja, heel erg, omdat we willen ook graag in de beker wat doen dit seizoen. Toch de laatste jaren wat pech met Feyenoord uit meteen. En daar zijn we dan niet doorheen gekomen. Maar het is wel natuurlijk zo dat een bekertoernooi heel interessant kan zijn. En ja, voor een club als ADO zou het fantastisch zijn om ook eens een keer natuurlijk wat verder te komen in de beker. Je hebt het nu zelf een keer meegemaakt in de beker. Kan jij beschrijven wat die relatie met ADO en de beker is? Want de laatste overwintering dateert al van 9 jaar terug. Ja, dan wordt het tijd om daar wat aan te doen. Want dat kan niet voor een club als ADO. En ik ben zelf ook een voorbeeld van iemand die weet hoe mooi het kan zijn. En ik heb met meerdere clubs finales gespeeld. En dat kan een feest zijn. Dus je moet het proberen zo ver mogelijk te komen. En er worden ook geen cadeaus uitgedeeld. We gaan ook niet met 7 andere spelers spelen. We gaan gewoon zo sterk mogelijk voor de dag komen. En ja, dat betekent gewoon dat er morgen een goede ploeg staat. Kan je iets vertellen over hoe die ploeg eruit ziet? Ik kan me wel voorstellen dat je 1 of 2 jongens namelijk... Ja, maar dat is dan ook maximaal. Ik zal straks nog bekendmaken bij de spelers eerst. En ik moet nog even met de medische staf in overleg over een paar dingen die vandaag zijn gebeurd op de training. Maar ga er maar vanuit dat het voor 99 of misschien voor 90% hetzelfde zal zijn. Je hebt OJC gezien tegen Westlandia. Wat vond je het voor ploeg? Ja, nou, wat ik al aangeef, dat doe je niet voor niks. Ik neem dat toernooi bloedserieus. Ik heb ze zelfs 2 keer gezien. En dat vind ik ook heel normaal. Zowel tegen Westlandia als tegen ADO 20. Ja, dat is een ploeg die gewoon kan voetballen. Dat is tegenwoordig met tweede niveau en derde niveau in Nederland. Die kunnen aardig voetballen. Maar goed, dat ligt volledig aan jezelf. Dus wij moeten daar vanaf minuut 1 moeten we daar de baas zijn en bepalen wat er gebeurt. En dan ga je gewoon door. Wel een fysieke ploeg, hè? Ja, dat bedoel ik. Er zijn ook wat jongens die betaald voetbal hebben gespeeld. En je moet wel je goed voorbereiden. Want anders heeft dat verhaal naar zo'n spelersgroep niet zoveel zin. Dus 2 keer gezien en dat is altijd nuttig. Dankjewel. Rob. Fons, je zei net 90% zeg maar dezelfde opstelling als afgelopen zaterdag. Hooptrainers gunnen toch de tweede keeper een extra kans in een bekerwedstrijd. Ben je ook zo'n trainer? Ja, misschien. We gaan het zien morgen. Even ten aanzien van de OJC Rosmalen. Je hebt ze 2 keer bekeken. Je zegt fysiek. Dat is ook een aspect wat je met name in je achterhoofd mee moet nemen. Waar nu geen VAR is, kan je wat meer over het randje gaan, of niet? Nou, het is nooit de bedoeling om over het randje te gaan. Dat is tot het randje. Nee, maar weet je, je wil fair spelen. En ik heb wel gezegd dat wij daar misschien wel het meest aan moeten wennen. Maar ik heb wel het gevoel dat ook zondag of afgelopen zaterdag tegen Vitesse heel goed is gegaan. En dus op zich gaan we langzaam en zeker gaan we wel de goede kant op. En wij willen gewoon op een goede manier de wedstrijd spelen en op een goede manier de wedstrijd winnen. Hoe belangrijk is de KNVB-beker voor een club als ADO? Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk. Omdat, wat ik net al tegen Jim ook zeg, het is heel lang geleden, 9 jaar hoor ik nu net, dat ADO wat verder is gekomen in de beker. Dus dat wordt wel tijd. En het is ook een hartstikke mooi toernooi. En wij willen heel graag dit jaar in de beker wat doen. En dat begint dan morgen in Rosmalen. Succes. Jorik. Fons, wat is het concrete doel in de beker dan? Ja, zo ver mogelijk. En daar hoort ook een beetje geluk bij in de loting. Hè? Want dat is gewoon een eerlijk verhaal. Hè? Als je meteen geconfronteerd wordt met een uitwedstrijd in de Kuip of uit bij PSV, ja, dan is dat heel moeilijk. Maar
Ja, we kunnen ook, dat zie je de afgelopen jaren ook aan bepaalde ploegen, Groningen, Zwolle. Het zijn mooie voorbeelden. Ja, die, met een beetje gunstige loting kun je ver komen. En dan, ja, dan vind ik het een fantastisch mooi toernooi. In het verleden was het de Kuip, nu dan Rosmalen. Moet je spelers daar extra voor motiveren? Nou, dat zou een slechte zaak zijn als je profs moet motiveren om hun werk te doen. En ze weten ook dat de concurrentie toeneemt bij ons. Dat hebben we ook afgelopen zaterdag weer gezien. Hè, met Nick Kuipers die daar in één keer staat. Met een uitstekende invalbeurt van Pinas. Ja, er zijn meer spelers die op de deur kloppen. Dus je moet wel bij de les zijn bij ADO. Want er worden geen cadeaus meer weggegeven. Die tijd is geweest. En iedereen moet gewoon bij de les zijn. Want anders kun je er zomaar naast komen. Duidelijk, dankjewel. Jij ook een vraag? Oké. Okay. Ja, nee. Volgens. Heb je ook nog in je achterhoofd meegenomen wat je met Excelsior mee hebt gemaakt bij Excelsior 31? Ja, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt. En ook hier hebben ze de voorbeelden die liggen op straat. Hè. Ik heb de naam Gene Muiden voorbij horen komen. Ja. Ja. Kijk, je maakt het een keer mee. En elk jaar zijn er altijd verrassingen in zo'n bekertoernooi. En je moet altijd gewoon, vind ik, zorgen dat je daar niet bij zit. Maar dat klopt, ik heb dat ook meegemaakt. En ik kan je vertellen, dat wil ik niet nog een keer. Goed, dankjewel. Oké. Okay. De loting is overigens nu op zaterdag, hè, begrijp ik, in de eretribune. Niet meer, hoef je niet meer zo lang op te blijven op donderdag, Alberto. Ja. Dat is ook voor jou van belang. Ik was weer even geschrokken, want de trainer had het over Gene Muiden. Ja. Kijk, meteen weer die beelden voor mijn neus natuurlijk, dat we eruit gaan. En dat dan een motoragent achter me aan komt rijden, ons groepje. Luister, ze hebben gescoord, je krijgt pingels. Ik zeg, nou, en die gaan ze ook niet winnen. Dus we hebben gewoon gezellig bij de auto staan te wachten. En toen kwam die agent, ja, jullie hebben gelijk, jullie liggen eruit. Maar gewoon maar inleidend, hè, want je begrijpt het, ik heb weer geen vragen. Maat, als jij bent twee keer geweest bij Rosmalen. Is dat bij Rosmalen thuis geweest? Eén wedstrijd bij Westlandia en eentje in Rosmalen. Oké, die ene in Rosmalen, want dat is voor het ADO-journaal erg belangrijk. Want wij doen daar waarschijnlijk een cateringtest. Heb je daar ook wat te happen genomen? Nee. Nee? Nee, ik heb daar helemaal niks genomen. Ja, een bakkie thee en... Maar wat zag je op die tribune daar voorbij komen? Waren dat broodjes, kroketten, frikadel of worst? Ja, heb ik wel voorbij zien komen. Maar je kan niet zeggen, van Bert, die moet je gaan testen? Nee, ik heb daar niet... Oké. Nee, ik heb daar geen beeld bij. Je bent in principe... Worstenbroodjes, denk ik natuurlijk. Worstenbroodjes kan die ook. Die zijn daar zeer populair. Ja, of bossenbollen. Die is ook om de hoek. Dan kun je beter maar al mee gooien. Trainer, gaan we morgen wel... knallen, maat, want je bent zelf toch uit de tijd van dat we cupvaarters waren. Ja, zeker. Dus wij vinden het wel belangrijk dat we een beetje... Ja. En we zijn met weinig, 60 man geloof ik. Ja, dus... We willen zeker morgen een goede wedstrijd willen we afleveren. En die neem je natuurlijk ook weer mee naar de zaterdag. En ja, het goede gevoel wat we hebben overgehouden aan die tweede helft van Vitesse, die was echt prima. Die hebben we teruggezien, is goed gespeeld. Dan hebben we dat verhaal PSV achter ons gelaten en kunnen we verder. En als je morgen dan weer een goede wedstrijd neerzet, ja, dan heb je kans ook dat je weer in een mooie flow terechtkomt richting de competitie ook. Ja, je had het net over deze training, dat je nog even moet praten met de staf over wat er gebeurde wat. Zeg maar met roze schoentje, is dat een van de... Dat ja, we moeten wel even naar kijken, want er waren meerdere. Thomas kreeg nog een bal hard op zijn hoofd. Nick kreeg nog een tik van achteren. Er zijn meer dingetjes geweest net. Maar ik vond het wel lekker fel en met veel beleving en bereidheid en plezier. Ja, dat wil ik morgen ook zien. En, dus ja, dat hoort bij voetbal, hè, dat er wel eens wat gebeurt. Ja. Maar je moet wel hopen dat iedereen heel blijft. Ja, zoals met die roze schoen, was dat scheen? Nee, dat was knie. Okay, maar dat mag ik toch niet zeggen? Dat is nee. Toch... Oh ja. Dat weet je toch? Hofman, dan knip je eruit, hè? Trainer, succes morgen en ik hoop dat we verder bekeren. Ik hoop het ook, jongen. Oké, dankjewel. Dankjewel. Oké, jongens, dankjewel. En tot morgen.